Mijn naam is Kauthar, ik ben 26 jaar, kom uit Amsterdam en ik sta op nummer 9 op de kandidatenkamerlijst voor GroenLinks. Ik ben Romano, ik ben 24 jaar en ik sta op nummer 33 van de GroenLinks-lijst en ik kom uit Hardenberg, het oosten van Nederland. Op mijn 17e stond ik als scholier op het Museumplein bij een demonstratie die we hadden georganiseerd als het LAX. Toen voelde ik van wow, we kunnen echt dingen voor elkaar krijgen met z'n allen. We kunnen echt werken voor een betere samenleving en we kunnen het samen fixen. Dat was voor mij het eerste vuurtje dat begon te branden. Daarna steeds actiever geworden bij de klimaatbeweging. Meegeorganiseerd aan de klimaatmars, de klimaatstaking. We stonden met z'n allen in de regen, tientallen duizenden. Voor een rechtvaardige wereld, eerlijk klimaatbeleid, gelijkwaardigheid en eerlijke samenleving voor iedereen. En daarvoor ga ik ook de Kamer in. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik iets wilde doen tegen sociale ongelijkheid. Specifiek ook tegen discriminatie. En ik heb denk ik 4 jaar geleden kennis gemaakt met onze lokale GroenLinks-afdeling. Gemeenteraadslid geworden, fractievoorzitter sinds 2018. En daar doe ik mij heel veel plezier mee werk om je eigen gemeente wat mooier en wat inclusiever te maken. En om dat ook landelijk te doen, heb ik me nu ook kandidaat gesteld voor de GroenLinks landelijke lijst. Wat ik ontzettend belangrijk vind is interseksualiteit. Het besef dat alle vormen van onrecht met elkaar samenhangen. Dus in alle crisis die we moeten aanpakken, moeten we oog hebben voor kleur, klasse, gender, seksualiteit, hoe groot iemands portemonnee is. En met die blik, vanuit dat perspectief wil ik de politiek in en vanuit dat perspectief ook naar de politiek blijven kijken. Want alleen dan kunnen we de problemen oplossen die ons echt allemaal aangaan. Wat ik wil veranderen is dat er sowieso meer geluisterd moet worden naar jongeren, maar dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ik ben zelf natuurlijk nog jong, ik studeer al nog en ik merk wel dat de mensen van mijn leeftijd het moeilijk vinden om hun verhaal kwijt te kunnen bij de politiek. Dus ik denk dat dat veel beter zou kunnen. Ik denk dat dat veel structureler moet worden en dat we moeten zorgen dat niet altijd dezelfde groepen gehoord worden, maar dat ook onze leeftijdscategorie daarbij wordt. Het is echt super, super belangrijk om te stemmen, omdat dit letterlijk over onze toekomst gaat. Alle crisis laten zien wat de afgelopen jaren slecht beleid heeft opgeleverd. En het is nu onze kans om dat aan te pakken en dat kunnen we doen door te stemmen. En die energie die ik op straat voel, die ik voel in alle veranderingen die we met z'n allen willen teweegbrengen, die moeten we zeker de Kamer inbrengen. Dus laten we alsjeblieft dat vooral gaan doen met z'n allen en vooral vanuit de jongere generatie. Lekker dwars. Het is heel belangrijk dat jonge mensen stemmen, omdat je ziet dat jongere mensen over het algemeen wat minder stemmen dan andere leeftijdscategorieën. Waardoor onze stem ook gewoon niet zo goed gehoord wordt als zou moeten. En als we dan vinden dat de thema's die voor ons zo belangrijk zijn, dat die op een goede manier worden opgepakt in de Tweede Kamer, klimaatverandering, maar ook dat je bijvoorbeeld een fijn huis kan krijgen, dan moet je zorgen dat je gaat stemmen. Dus dat zou vooral mijn oproep zijn aan alle jonge mensen, stem. En als je het belangrijk vindt dat er jonge mensen in de Tweede Kamer komen, stem dan ook vooral op een jonge kandidaat, zoals ikzelf. Stem voor jouw toekomst. Stem voor jouw toekomst.